stukje van Tai Chi Chuan, het Chen Style, ja, ga ik dat dus ook doen op de rechte lijn. Ik heb dat ook beschreven in mijn boek, ja. Maar uiteraard in de Tai Chi Chuan Chen Style, met Tai Chi in het algemeen, hebben wij andere proporties van de standen, ja. Maar hier gaan we dus ook een relatie kunnen terugvinden van het Wing Chun. En vooral de centerlijn, ja. Maar de centerlijn kan dus ook gecentraliseerd zijn in verschillende martial arts. Vooral met de Chinese krijgskunst. Kijk, op die rechte lijn gaat dat ook onder andere voelen ook, ja, kijk. Kijk, kijk, ja. Ik zit altijd in de center, ja, kijk. Ik zit altijd in dat centrum, maar toch breed. Ja. En vooral bij de positiegerendigheer, kijk. Kijk, ik zit ook in die middenlijn. Ja. Hier ben ik hier. Ja. En dit is hier, kijk, maar dat is een balanslijn dan. En hier in die overhand ook, kijk. Kijk, één, kan je hier, kijk, ziet. Hier zit op die lijn, maar dat is een bescherming ook. Ziet dat ik niet te ver hier ben. Anders kan binnen. Dit, dat moet ook allemaal rekening, maar je ziet dat niet eigenlijk, hè. Begrijp het? En zo zijn we weer weg, hè. Ja, kijk. Ja. En in breedte, kijk, maar hier is het. Ja, en nu even die overgang, kijk. Kijk, ben ik hier. Zie je het? Ja, kijk, dat zit in die centrale. En zo gaan we verder, ja. Maar probeer dan een keer misschien op beneden.